Pierwsze uderzenie, bo tutaj dużym handicapem jest to, że zawodnicy, którzy mogą uderzać pierwsi, mają tą taką szansę, taką przewagę psychologiczną nad swoim rywalem. Sofia, golfy. I zobaczymy, przymierza się. Jest pierwszy! O, Jezus! Jest pierwsze odcięcie, tak! Odleciał jak modelki do Dubaju! Myślę, że to jest koniec! Is dat ook iets misschien wat we in Nederland kunnen zouden doen? Zou je het willen? Zou je meedoen? Nou ja, ik zou op zich wel willen zien dat jij en Badder elkaar gaan staan bitchlappen. In plaats van zo'n way in, weet je wel. Yes, pierwsze! Hij heeft het niet naar zijn zin, volgens mij. Yes, pierwsze odcięcie, tak! Odleciał jak modelki do Dubaju! Kun je dit trainen ook? Zeg maar je dit, dat het sterker wordt? Nou ja, je kan het wel, je kan wel wat trainen. Maar ook vooral je nek. Voor je hoofd, zeg maar. Dus dat doe ik dus ook als ik zit in de aanloop van een wedstrijd. Train ik heel veel mijn nek, omdat dat is waar je de klap eigenlijk mee opvangt. Yes, pierwsze! Maar bij ons in de sportschool, ik moet heel veel aan de sportschool denken, die gaan we open. Ja, en jij bent er. En daar zitten best wel veel homoseksuele sporters ook erbij. Mm-hmm. En die doen ook echt zeg maar oefeningen voor hun nek en onderrug. En dan zie je ze dus echt letterlijk zo op de grond zitten. Maar zo. Maar waarom? Nou, dan is het echt zo. Dat lijkt me echt heel sterk. Ik zweer met heel gewicht zo. Ja, dat lijkt me echt. Ik heb dat zelf nooit gedaan. Nee, dat dus dat is eigenlijk jouw trainingsoefening. Ja, nee. Yes, pierwsze! Wat is de achterliggende gedachte van de... Ja, op zich gewoon het genre hele grote mannen die elkaar op de bek slaan. Als de ene mag beginnen... Nee, dat is niet eerlijk op zich. Je kan jezelf niet verdedigen. Het is gewoon, je moet... Ja, eigenlijk zouden ze simultaan... Ik denk ook niet dat het echt... Zat ze 3, 2, 1, bam! Ja. Allebei tegelijk. Ja. Stel, je wil dit worden. Wat word je dan? Bitchlapper. Een bitchlapper. dat is ongepast. 5 meter. Het is niet een hele strakke buik wat deze meneer heeft. Je hoeft ook niet Nee, hij is geen sportman. Nee. Dat heeft Ben Jamal Sadiq ook niet. Kom dan. Nee. Kom op dan. Wat beest. We hebben een geweldige gast deze week. Dames en heren, niemand minder dan de King of Kickboxing, Rico Verhoeven. Yes. Yes. Zo, kijk. Ik voel net alsof ik ga vechten. Je hebt geen astma of zo? Het voelt alsof je gaat vechten. Nou, dat is ook... Je mag geen eenmanpartij. Ja, ik miste eigenlijk... Kom dan! Gaat het verder allemaal goed met jou? Ja. Ja? Geen corona kilo's bij jou? Nou, ik heb wel wat momenten gehad, eerlijk gezegd. Ja, kijk, het probleem is, in alles wat ik doe, ben ik heel erg gemotiveerd. Chocola is mijn ding. Ja. Dus, kijk, heb ik bijvoorbeeld zo'n reepje Johnny Doodle en dan denk ik van, oké, ik pak één stukje. Één stukje en gewoon, lekker. En dan gaat heel die reep op. Hij moet op, dan maar misselijk. Soms is het gewoon lekker en dan vooral, mijn probleem was vooral te laat. Weet je, lekker gamen met de boys. Warzone? En dan, uiteraard. FIFA? Ja. Nee. Warzone. Warzone op de max. Iets naar rechts. Oh, dit kan alleen maar fout gaan, dit. Oh, wat een gek. Zo. Ja, het is het mooie weer. Ik heb ook lekker gewakeboard. Daar lijkt het een beetje op. Ja, ik heb ook een keer gewakeboard. Dat was zo'n slootje, dus het lag totaal niet aan mij. Het lag aan de sloot. Ja, maar jij moet ook niet sporten. Hij heeft ook wel zo'n skipiste. Nou, ja, dat was echt mijn dood. Hij kon niet remmen. Ik hou niet. Okay. Ik kan wel squashen. Ja? Oké. Okay. Ik denk dat ik het wel. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik. Ik denk dat ik jou versla. Want jij bent veel te groot. Ja, denk je? Zeg maar, het is helemaal draaien en shit. En ik zeg niet dat jij niet snel kan draaien. Ik denk dat ik dat niet kan. Maar ik denk dat ik. Ja, nou oké. Okay. Oh. Oké, okay. 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 Ik voel een uitdaging aankomen, maar oké. Okay. Ga je nu echt denken dat je kan winnen? Nee, joh. Ja, misschien wint u eigenlijk. Hey, maar ik vind het gewoon leuk. Nou, misschien dan gaan we wel even. Ja, weet ik. Okay.
boerenpraktijken, altijd 5 weten. Gewoon lekker buiten spelen. 5 weten. Laten we gewoon 5 doen. Ja, überhaupt dat je zoiets bedenkt is al ja, is wel super creatief. Pretty Woman. Het regent. Oké, mag ik deze nog één keer zien? Ja. Gewoon om het kan. Ik heb een keer voor Red Bull in een vliegtuig gezeten met z'n tweeën. En die ging dan allemaal loopings maken en helemaal. En toen was hij weer geland. En ik ben de hele dag echt alsof ik soort van een hele zware kater had. Echt. Dat heb je dus ook met squash. Oké. Hij is wel tof. Ik vind het wel, ja. Dat het gefilmd is, vind ik wel grappig. Ik kan er wel om lachen. Ja. Dus ja, doe maar gewoon 5. Mooi hoe die piloot meteen corrigeert. Om de kots terug te laten lopen richting mevrouw, zegt Motor Chefke. Ja, scherp Motor Chefke. 4 reten voor jou. Brokkenpiloot. 2, 1 reet. Nee, 1 reet. Hoezo? Ik ben het niet eens met jouw rating. Nee, maar ik hou niet van peuën. Ah, oké. We hebben ook wel een vaste gast, ja. Dat is Maxime Hartman. En ik wil meteen een statement maken. Voordat we die kutfilmpjes gaan kijken, wil ik eerst even wat zeggen over Rico Verhoeven. Die zegt wel eens dat jij een dikke kont hebt. Maar ik zag Rico Verhoeven, die had een reet als een fucking knol. Die schillen komt ophalen. Die gast die kan niet normaal lopen, joh. Daar kan hij zomaar gelijk in hebben. Dat is toch niet zo? Dat weet ik niet. Gewoon gespierde kont. Ja, maar ja, hij is ook niet echt klein volgens mij. Maar ik denk ook, zelfs als Rico, wat heb je grote voeten? Ja, hallo, ik ben bijna 2 meter. Ik weeg 120 kilo. Dus het zou raar zijn als ik, ja, whatever, dan zou het niet helemaal kloppen. Dus, maar het geeft wel aan dat hij ernaar kijkt. Het is ook al, het is bijzonder. Ja, maar als hij een man is het ook. Maar als hij het graag wil zien, dan moet hij lekker kijken. Kijk, zo kan je als je een kleine penis hebt ook goede foto's sturen. Hij leeft nu al compleet in zijn telefoon. Ik denk dat het echt waar is. Maar ik vind het ergens ook wel weer heftig dat hij nu al geconfronteerd wordt met filters. Van Snapchat, Instagram. Kijk, vroeger deed je gewoon zo. Ik heb je neus. Ja. En dat was al heel heftig. En nu is het, kijk hoe lelijk je bent. En je krijgt 0 likes op social media. Ja. Maar stop met roken. Stop met roken. Oh, kut. Oh, uh-oh, kijk, ik krijg ze allemaal 400. Hoppatee. De rust allemaal. Hoi. Hey. Ja, eerlijk, maar ze wel snel verdiend. Ik denk niet dat veel mensen zo snel verdienen. Hij ziet ze ook ineens, ah, kut. Misschien heeft iemand hun genaaid, hè? Dat kan ook. De buur of zo. Dat Arie Boomsma naar de politie heeft zitten bellen. Ja, dat hij misschien hiernaast woont en dat hij dit zag gebeuren en dat hij dat heeft gedaan. Helemaal links. Links. Oh, ja, oh, daar staat ze. En het B-oma. Karen. De moeder van Wilfred Gené, ja. Deze video heeft een hoop geld gekost, dus ik krijg gewoon 5 reten. Ik had gisteren zo ziek, hè? Die €300 als ik mijn plas opstuurde. 300? Dat is... Nee. Oké, ik snap, 300 is niet veel, maar... Nou goed, Wacht. Voor welk bedrag zou je het wel doen? Laten we het interessant maken. Ja. Hey, want ze gaat wel nadenken. Ja. Ze zegt niet, ja, nooit. Ja, ja. Ze gaat wel nadenken. Oké, wat moet deze man jou betalen? Want hij zit waarschijnlijk te kijken. €1000. Nou, voor €1000 stuur ik mijn plas wel op. Boom. U heeft het gehoord, dames en heren. €1000. Ik ga echt huilen als je hier gewoon een business wordt. Laten we wel even afspreken als dit een business wordt. Ik ben het zelfs een business wordt. Ik ben daar. Top. Ik ben ook bereid om in een bak te poepen. Vanaf €10. Gingerlion.nl. Zit GTA 6. Had in ieder geval van het begin wat kunnen worden afgeknipt? Of is het allemaal opbouw? Duurt wel spanning. Hey, maar heel veel mensen hadden hier al afgehaakt waarschijnlijk. Ja. Oh. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh meisje. Maar hij rijdt ook gewoon door. Oh
Olivert. Oh. Wat bezielt je? Waarom? Ja, hé, hey, jij rijdt gewoon door, vriend. Het lijkt maar net alsof dat kleine motortje sterker is dan zijn auto. Ja, maar dat is... Zij rijdt gewoon lekker op de gemak hier en niks aan de hand. Zou het is een slag in de wiel hebben? Het is bizar. Ja. Het is een bizar incasseringsvermogen dit. Ik kan hier een heel vrouwenvriendelijk grapje over gaan maken, maar dit is wel heel dom ook. Een beetje stereotype bevestigend, dus ik ga hier een melding van maken. Twee reten. Maar hoe kan een auto het nou winnen van zo'n motortje? Dat is best andersom. Wel gek. Andersom. Prank. Ja, jullie trapten erin. Maar, jullie waren niet scherp. Now look at the head movement here from Tyson Fury. Make a miss, make a miss. 3, 4. Wil jij dit? Nee. Nee, dat is een trainingsmaat. Pots. Miss. Ik heb jaren met Tyson getraind. Ja, deze man kan gewoon echt zo bizar goed boksen. En wat grappig is, dat is denk ik wel 10 jaar geleden of zo. We begonnen samen te trainen. Haar droom is kickbokskampioen worden. En zijn droom was bokskampioen worden. En toevallig eerder dit jaar was ik in Las Vegas, waar hij nu veel verblijft. En dat je dan zegt van zo, weet je nog, dat we toen die tijd dat we het erover hadden, bokskampioen kick. En we hebben het gewoon allebei gedaan. Hij is nu de bokskampioen en ik ben nu de wereldkampioen kickboksen. Dus dat is wel echt wel epic. En het grappige is, deze man is echt groot, 2,05 meter. En je ziet niet, in ieder geval als je hem zo zou zien, zie je niet af hoe hard hij slaat en hoe soepel hij beweegt. En dat is bij mij ook zo. Heel, Every shot that's landing right now is a death blow. Ik heb het ook als ik dan naar mijn vrienden ga en zeg, weet je nog wat we 10 jaar geleden wilden doen? Alles mislukt. Ja. 4 reten. Laatste denk ik. Uiteraard 5. Uiteraard. Sorry. Ik weet niet of ze überhaupt nog mijn mening wilden horen. Ja, ja, doe dat. Doe nog een keer. Doe opnieuw. Het is een makkeloos. Dit is zijn ding. Dit is mijn ding, maar nee, maar maakt niet uit. Geef vooral jullie mening. Rico. Geef vooral jullie mening. Ik zit hier gewoon voor de gezelligheid. Top. Hoi. Silent Disco, keihard. Yo, boom, boom, boom. Het doet me denken aan Master Movies dit. Doet me ook denken aan André van Duin. Zeggen mensen ook wel eens over een video van mij, dat het leuk is als ik stil ben. Als je mond houdt. Ja. Dat is echt heel hard. Maar mensen zeggen het ook gewoon. Dat hoef je niet te zeggen. Kom op zeg. Je kan ook gewoon je geluid uitdoen. Welkom bij de Reguursronde. Geweldig. Baba Ali schrijft... Nou, het thema van volgende week lijkt mij duidelijk. Titon. Volgend seizoen, dus na de zomer, gaan we hiermee aan de slag. Pater Peter schrijft... Zelf heb ik ook last van een plat achterhoofd. Dit schijnt te komen doordat ziekenhuizen verschillende theorieën hadden... over het voorkomen van wiegedood bij baby's. Hierdoor werd in een bepaalde periode geadviseerd baby's altijd op hun rug te leggen tijdens het slapen. Dit heeft echter tot gevolg dat bij veel baby's, voornamelijk de periode 94 tot 99, het achterhoofd vrij plat is. Er zijn zelfs kinderen geweest die een helmpje opkregen om het weer enigszins normaal te krijgen. Het schijnt ook dat mensen met een plat achterhoofd een enorme penis hebben. Ja. Zeker als ze klein zijn, leggen ze één keer op links, dan een keer op rechts, dan een keer gewoon op de rug. Dat is een pannenkoek eigenlijk. Ja, je moet er blijven flippen. Anders worden we allemaal Henry Verloon. Digitaal spoerwerk. Zegt, haha, wat een top enquête, daar kan Maurice de Hond nog van leren. Ja, we hadden vorige week een geweldige enquête gedaan onder onze kijkers. En ik heb een aantal statistieken daaruit. 29% van jullie eet ananas op een pizza. Dat is 29% te veel. Een van de meest gevraagde gasten voor de dumpertreten is... Niks moeder. Van 2% van de antwoorden, we hadden er een paar duizend, moeten we stoppen. Dus van 98% moeten we doorgaan. Ja. Oh, yeah. Applausje voor ons. Je koning Willy schrijft, als er nog eens een gast afzegt, moeten jullie mij maar bellen. Ik ben gewoon beschikbaar. Zal ik volgende week dan maar langskomen? Proost. Deze gozer doet hem er even in, want die zit week in, week uit zichzelf aan te bieden als gast. Maar ook als nodig hem een keer uit dan. Maar hij doet toch ook alsof hij koning Willem-Alexander is? Ja, hij doet alsof, ja. Maar op zich, we hebben dat zou toch epic zijn als dat het er echt is. Dan ben je echt. Continu afblazen. Het is gewoon onze eigen koning die gewoon soort van eigenlijk die hard fan is stiekem. Oh mijn god. Oh, ze bevalt hier. Oh mijn god.
mijn god! Dit is serieus! Dit is crazy! Kijk hoe walgelijk wit die baby is. Deze man. Dit is toch eigenlijk voor, inderdaad, toch voor een vrouw toch geweldig? Dit is fantastisch. Het is gewoon, shit, mijn waterbroek. Shit, ik heb een baby. Klaar. Ze poept het gewoon uit, letterlijk. Ik heb ook 3 kinderen, maar dit, heb ik zo, dit ging niet zo. Maar jij bent natuurlijk een grote kerel. Ja. Was dat terug te zien in de baby's ook dan? De eerste, die had, dat zei mijn moeder dan, was heel grappig. Die had eigenlijk net als ik gelijk vanaf geboorte eigenlijk al hele grote handen. Tegenovergestelde van Trump eigenlijk. Grote handen zijn wel aantrekkelijk voor vrouwen. Mijn zus en ik die letten daar onbewust op hele kleine handen. Nou, nu ga ik ook mensen teleurstellen, dus laat maar. Dit is prima. Ja. Okay. Heb jij kleine handen? Laat me zitten die... Ze waren niet te DM'en. Nee, laat maar. Dus grote handen, begin nu. Als je grote handen hebt, schiet gewoon een foto van jou. DM. Let's go. Ze is gelijk daar. Speelt beter dan die dickpics en al die onzin. Maar die vent is in ieder geval blij, hè? Want het is niet in zijn auto. De auto kan je gelijk weg. Die kan je niet meer verkopen, niks. Ja, hij is totaal los. Ja, wat dan? Ja, mevrouw beviel. De verpleegster, ik denk als zij dit thuis gaat vertellen, dat bijna niemand haar gelooft. Dan denken ze allemaal, ja, die gynaecoloog. Gelukkig is het gefilmd. Bij het eten. Ja. Ja, en een kindje ter wereld, is toch mooi? Is nieuw leven, alsof er nog geen overbevolking is. Nul reten. Klootzak. Hoeveel kinderen wil je? 4. Oké, nou, waarschijnlijk de laatste, die valt er zo uit. Bij Schiphol staat en dan wil je bagage niet mee. Oei. Hilarisch, hè? Zo. Hij kan het goed, hoor. Ik vind het echt heel leuk, maar het moet niet te lang duren. Nee, dit moet niet te lang duren. Het moet wel gewoon zo... Inderdaad. 20 seconden of zo. Hallo. 30 seconden. Denk je dat ik niks beters te doen heb? Ja, oké. Dat is super. Het zou misschien ook wel leuk zijn als er nog zo'n heel lenig meisje uitkomt, weet je? Dat hebben we ook wel eens gezien. Van die hele lenige chicks die zich ook wel helemaal... Of Joodse onderduikers. Oké, dat is niet netjes. Nee, ja, dat is niet netjes. Kijk, dit is mijn fetish. Ze heeft wel een heel vervelend stemgeluid. Komt u maar gezellig mee. Tegen het raam. Ah, ze wordt gelijk achter het raam gezet. Ze wordt gelijk aan het werk. Het is zonde. Oh, kijk. Nou worden de goede. Top. Nou, Lea is 10 jaar oud. Die man heeft gewoon langer tepel haar dan ik. Ik heb een tepel gezien. 5 centen. Hij duurt wel heel lang, maar hij eindigt wel hilarisch. 4. Ons zal iets zeggen over Hasselt Kermis of de Geneverfeesten. Wel, we gaan er vandaag vanuit dat dat evenementen zijn die terug zullen kunnen doen. Ik vind het nog wel een vriendelijke manier van geweld. Zeg maar dat je met een fiets op iemand inrijdt. Het is niet lief, maar het is niet een mes of geen pistool. Politiebus. Of... Nee, het had wel veel erger af kunnen lopen. Ook een tweede interviewpoging aan de andere kant van de straat mislukte. Dat weet ik, ja. En waarom hang je telt maanden onder ons daar uit? Nu staat het weer vrolijk op het beeld. Hij is wel een volhouder, want hij blijft gewoon 3 keer proberen. Maar hij krijgt ook 3 keer de kans om zo dichtbij te komen. Ja. Dat vind ik ook wel heel bijzonder, eerlijk gezegd. Omstaanders hadden intussen de politie verwittigd. De man werd in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor. Ik vind het vervelend, deze video. Nou, het is wel heel... Behalve die duw. Ik zou wel, als je zo'n misdaad of vandalisme pleegt, niet je naam op je trui zetten. 2 reten. Staat er op zijn trui? Eddie. Waar ga je even bij in de koe, gek? Is het weer Eddie? Maar je mag dus niet te dicht op de koning fietsen met een ladder. Want dat brengt ongelukken. Als hij er onderdoor loopt, gaat ons hele land naar de ratsmodee. Ja, maar als die man echt wat had gewild, hè? Als die man echt wat had gewild, dan had die beveiliger, die stond daar zo van... En die was al... Ja, laat maar gaan.
Eddie is continu ladder zat. Nul reten. Not a lot of people burning up Mick Maynard's phone to try to get a matchup with Ngannou. Oh, goes the weave. Francis Ngannou. Maar we hebben fucking Overeem ook in de show gehad, hè? Dubbelreetje 52 of zo. Ja. In Rotterdam. Ja, hele aardige gozer ook. Dat is altijd wel bizar, dat al die gasten die elkaar zo loeihard de bek slaan, die zijn altijd heel... Sorry. Dit leek op iets anders, maar dat was echt gewoon... Dat goedkope stoeltje die aan alle kanten kraakt. Maar oké, okay, sorry. Proteïne. Laat me gewoon even... Zijn die shakes? Zijn die proteïne shakes? Sorry. Maar al die gasten die elkaar keihard slaan, die zijn hartstikke aardig. Dat valt wel op. Try to get a matchup with Ngannou! Ze hebben ook wel aanstootgevende broekjes aan misschien. Ja, dat snap ik. Nee, aanstootgevende broekjes. Snap je? Nou, laat maar. Ja, ik probeer een woordgrap te ontdekken. Stoot. Aanstootgevend. Ja. Grote piemels, vijf reten. Ik vind het ook wel heftig om te zien, want het is wel een soort, het lijkt een beetje op geweld. Het is best wel... Nee, joh. Ja, nee, het is een sport. Het is gewoon een sport. Maar af en toe zit ik echt zo van, oh. Ja, maar dit is wel... Dit is wel, voor de meesten is dit wel echt heel intens. Ja. Maar dat wil je toch ook juist een beetje bij zo'n sport, dat je zit, oh tuurlijk, shit, tuurlijk. Dit is bij Sharknado. Oh, ja, neem nog een shot. Nee, weet je wat er gebeurde? Die werd gesnijpt. Dit die is werd zo gesnijpt. Irritant dat je gewoon echt loopt. Van een afstandje AX50 met die kleine buiging naar beneden. Pop. Ik zie wel potentie in videofucks. Wat je zeg maar te snijpen, er kunnen heel veel toffe videofucks van worden gemaakt. Ik hierna dat ze naar de gulag gelijk wordt gesleept zo. Ja, ook heel vet. Wat zeg je? Ik weet niet wat je bedoelt. Of wel, heb je dat woord wel eens gehoord? Ja, voor een nee hoor ik dat wel. Zijn de goulash? Ja. Wil je de goulash nog kennen? Dan denk ik gelijk aan eten. Ik vind het raar dat ze geen broekje aan heeft, maar toch dat leuk dat ze even in de lampen wil hangen. Vier reten. Ik zag wel dikke billen en daar geef ik natuurlijk altijd vijf reten voor. Handtekening! De handtekening van Rico Verhoeven op onze handtekeningenmuur. Waar zit hij hem naast? Wie is dat? Dennis van de Geest. Oh, dat is onze vechtershoek. Kijk. Super. Te gek. Bedankt Rico. Rico, onwijs bedankt. Ja, leuk dat je langs wilde komen. Super gezellig. Dit was Dumpert Reten. Dankjewel. 227. Bedankt voor het kijken. Rico Verhoeven, bedankt. Yes. Zet hem op. En bedankt. Dag. Doei. Tot de volgende keer. Doei jongens. Dag. Godverdomme! Wat je erbij? Wat beest. Oh!